Een van de nieuwigheden op de Lancia-stand is de nieuwe Musa. Onlangs geïntroduceerd op het filmfestival van Venetië, als ik me goed herinner. Naast mij staat Nieta de Palo, die geeft enige ins en outs van dit nieuwe model van Lancia. Oké, zoals je al gezegd hebt, hebben we de Lancia Musa in Venetië tijdens het filmfestival laten zien. Voor het eerst staat zijn presentatie. Lancia is hoofdsponsor van het filmfestival, dus het was een mooie gelegenheid om de Musa voor het eerst aan het publiek te tonen. Het nieuwe aan de Musa is dat hij is in ieder geval ruimer geworden. Hij is 5 centimeter langer, waardoor de bagageruimte aanzienlijk is vergroot en 70 liter meer inhoud heeft. Bovendien zijn er wat nieuwe stijlelementen aangebracht, met name chroomaccenten. De voorkant is helemaal veranderd, een nieuwe grill. En aan de achterkant zien we de achterlichten met voorzien van LED-technologie. Wanneer komt die op de markt en wat gaat die kosten? De auto zal aan het eind van het jaar op de Nederlandse markt kosten en de exacte prijzen zullen we dan ook bekendmaken. Oké. Dankjewel, Nieta. Graag gedaan.